En Ellen de Vries heeft gisteren haar laatste boek Mediastrijd om Suriname van mythemakers tot nieuwsverduisteraars gepresenteerd. De boekpresentatie vond plaats in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname. In het boek onderzoekt de Vries de rol van de media in de recente, turbulente geschiedenis van Suriname vanaf de militaire periode 1980 tot 1992. Dat was ook de tijd waarin Brunswijk met steun van het Surinaams verzet in Nederland de wapens opnam tegen legerleider Bouterse en de Nederlandse regering, die de in 1975 beloofde ontwikkelingsgelden gebruikte als instrument om de politiek in Suriname te beïnvloeden. Nederlandse media werden beticht van eenzijdige berichtgeving. Zo zouden ze Brunswijk als held en Bouterse stevast als booswicht hebben afgeschilderd, zegt de Vries. De Telegraaf die maakte van Brunswijk Robin Hood, die het opnam tegen een militair regime. En in de West, Brunswijk zou dat jaar in 1986 veroordeeld worden in Nederland wegens een bankroof. Dus Telegraaf maakte een held van hem. Volgende plaatje. En in feite bouwde Weekblad, Mannenblad, hoe je het wil noemen, Nieuwe Revue, dat imago, poetsen dat imago verder op. En wat wel interessant is, dit blad bracht in feite het verzet in Suriname in contact met Brunswijk. En dat gebeurde eigenlijk via Haakmat. Voordat Pieter Storms en Gerard Wessel, de Nieuwe Revue-journalisten, afreisden naar Frans Guyana, Suriname. Ze hadden opdracht gekregen om uit te zoeken wie is die Brunswijk nou eigenlijk, die man die militaire transporten durfde overvallen. En voordat ze op pad gingen, waren ze bij Haakmat langs geweest. Haakmat kende Brunswijk niet, maar die dacht het is misschien toch wel een interessante figuur. Werden telefoonnummers uitgewisseld en eenmaal in Frans Guyana bij Brunswijk op zijn hotelkamer of andersom. Hotelkamer van Pieter Storms, draaide Pieter Storms het telefoonnummer van Haakmat en zo kwamen ze eigenlijk met elkaar in contact. En nou, zoals u ongetwijfeld weet, werd Brunswijk vervolgens vluchtte naar Parijs en werd naar Nederland gehaald. En daar werd gesproken over een vorm van gewapend verzet tegen het militair regime. Terwijl op dat moment juist in Suriname een democratiseringsproces op gang was gekomen. Auteur Ellen de Vries. Zij presenteerde gisteren haar laatste boek Mediastrijd om Suriname. Van mythemakers tot nieuwsverduisteraars. De boekpresentatie vond plaats in de vergaderzaal van het Nationaal Archief Suriname.